Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoyim. Mi yimelech, malachei ha-melochim, de sitra Vayelech. Maar we spreken niet alleen over Vayelech, maar we spreken ook over Yom Kippur. Dan krijgen we de sitra Hazinu. Daarna krijgen we Sukkot, het loofhuttenfeest. Shmini Atzeret en Simchat Torah, het slotfeest, vreugde der wet. En meteen daarna beginnen we opnieuw met het lezen van de Torah. Met de sitra van Bereshit. En dat is alles bij elkaar een mond vol. Mond. Pe. Pe. Dat is het Hebreeuwse woord voor mond. En als we het jaar gaan bekijken, dat dus nu begonnen is, dan noemen we dat Taf Shin Pe. 5780. Maar de letter P in het Hebreeuws staat voor 80. We hebben 10 jaar gehad, jaren waar we steeds het woord Ayin in kregen. En Ayin betekent oog. Nu krijgen we 10 jaar waar het woord P, mond, in voorkomt. En Mi Sam P, La Adam, vraagt de Torah. Wie heeft uiteindelijk de mond in de mens geplaatst? Dus bij Moshe wordt dat, voor de eerste ontmoeting met Hashem wordt dat daar genoemd. En uiteraard, dat is een retorische vraag. En Hashem heeft daarvoor gezorgd. Dus dat wij een mond hebben en dat we kunnen praten, dat wordt allemaal toegeschreven. En niet anders dan alleen maar, kan dat verklaard worden door Hashem. Ik denk dat ik dat boekje wel een keer, een andere keer al heb laten zien van Tom Wolfe. Een van de grootste schrijvers van Amerika. En er wordt dan ook gezegd hier op de achterklap. Over 100 jaar is de enige wiens werk nog steeds wordt gelezen. Wolfe. Op de lange termijn behoort het koninkrijk hem toe. En wat schrijft Wolfe? Ik heb het even gekopieerd uit het boek. Om het overzichtelijker bij me te hebben. En heeft het daarover het mysterie van taalevolutie. En 8 zwaargewichten van evolutionisten, linguisten, biologen, antropologen en computerwetenschappen, hebben een artikel gepubliceerd en daarin vertellen ze, we geven het op. We kunnen geen verklaring vinden waar de spraak en waar taal vandaan komt en hoe het eigenlijk werkt. De meest fundamentele vragen over de oorsprong en de evolutie van het spraakvermogen blijven even mysterieus als altijd. En ze geven dus eigenlijk de hoop op om daar nog een verklaring voor te vinden. Een van de 8 van die geleerden, dat is de grootste naam in de geschiedenis van de taalkunde, is Noam Chomsky. En hij en de andere 7 zeiden, in de afgelopen 40 jaar is er een explosie aan onderzoek naar dit probleem geweest. En het heeft alleen maar geleid tot een gigantische tijdverspilling. Terwijl in diezelfde tijd Einstein ons uitlegde en sprak over de snelheid van het licht en de relativiteit van snelheid, tijd en afstand. En Pasteur micro-organismen had ontdekt. En Watson en Crick DNA hadden ontdekt. Maar over taal hebben we nog steeds niets ontdekt. Maar dat is toch wel uiteindelijk datgene wat de mens onderscheidt van welk dier dan ook. En we vinden dat ook in Bereshit, helemaal als mens wordt geschapen, dan staat er,
dat Vayipach Ba'apav Nishmat Chayim, God heeft toen in de mens een levensziel geplaatst. En de Armeese verklaring zegt daarbij een spraakvermogen. Dat is toen aan de mens gegeven. Aan de mens, dat wil zeggen aan man en vrouw. En zoals u weet, man en vrouw praten met elkaar. En dat is dus heel erg belangrijk om dat op de juiste manier te doen. Het spraakvermogen waar we dus over beschikken. En dat gebruiken wij. En dan denk ik even aan de feestdagen en aan de Shabbat. En aan de parasha. Dat kan alleen maar door te praten. Door het spraakvermogen te gebruiken kunnen we gebeden uitspreken. En kunnen we de Torah lezen. Dat is als het ware, ik noem het nog even, het verticale spraakgebruik. We hebben ook het horizontale spraakgebruik. En dat is wat mens tegen andere mensen spreekt. En dat moeten we dus beseffen. Bij gebed is het eigenlijk ja, vanzelfsprekend al. Maar ook als we met elkaar spreken, onder de indruk te zijn en ook goed beseffen dat het een godsgegeven is, een godsgeschenk, dat we kunnen praten. En dus moeten we die woorden ook zuiver laten zijn. Geen geroddel en geen ongepaste taal en dergelijke. Dan maken we misbruik van dat bijzondere gegeven dat God ons heeft gegeven. Ik zei het net al, in Bereshit vinden we dus de schepping van de mens. En daarbij de opdracht van de mens, peru urevu, dat de mens zich zal voortzetten. Zo zijn man en vrouw geschapen om nieuwe generaties op de wereld te brengen. En ook dat, aansluitend wat we net zeiden over het spraakvermogen, evolutionair is nog steeds geen verklaring gevonden hoe seksualiteit is ontstaan. Hoe te verklaren het vermogen om dat de mens zich kan voortplanten. De mens, ook de dieren, maar de mens is zich toch daar heel erg bewust bij. En wat de mensen zich bewust mee is dan ook het gebeuren tussen man en vrouw. Niet zoals in de dierenwereld, maar is een geheiligd iets. Een geheiligd iets. En ik lees u tekst voor van de Baal Shem Tov. Kol adam oteor, habokea bo'ole ha-shamayma. Ieder mens is als ware omhuld door licht. En dat licht dat stijgt op naar boven. En nu, als nifkashot stenen shamot, wanneer u twee zielen elkaar ontmoeten, dus bij een huwelijk, de ziel van de man en de ziel van de vrouw, dan leidt dat tot een aluma agat, tot een, als het ware, een extra lichtfakkel. De kern or gedola shivatayim mavhika behaviyatan haagat. En extra groot licht ontstaat dan wanneer deze twee, deze man en deze vrouw, elkaar vinden. Ik had het voorrecht onlangs in Israël bij een groepa te zijn. Prachtig gebeuren. En men had daar op de plaatsen, zitplaatsen van de aanwezigen een tekst neergelegd. En die vond ik later, en dat voor mij was dat nieuw, en ik neem aan dat het voor u ook nieuw is. Een tefila, een gebed voor de mensen aanwezig tijdens de groepa. Tijdens de groepa bij de bruiloftssluiting gebeuren allerlei dingen. En daar kan je naar kijken. Maar het waren wat vrije momenten. En dan lag er een tekst. En ik wil met u die tekst doornemen.
dat de mensen dat uit zouden spreken en dat ook hebben uitgesproken. Jirat zon mullen van Negra, mogen u wil zijn, God. Shit is reshechinatga, dat u uw majesteit laat heersen, babayit hazeh, in dit huis. En helpt u de gatan en de kala, de bruid en de bruidegom, om een huis te bouwen, besasson, besimcha, met vreugde en blijdschap. Een huis vol van kedusha en tohora, gevuld met heiligheid en zuiverheid. Een huis gevuld met birkat Hashem, met de zegen van God. Een huis dat de verlossing van Israël en van de wereld dichterbij brengt. Anna Hashem, ach God. Zake otam. Geef hen het ze goed, als het ware de verdiensten en het vermogen, lismoach echad basheni, om vreugde in elkaar te vinden. Zake otam. En bench hen, zegen hen met zoons en dochters, gezond en volmaakt. Anna Hashem, ach God. Geef hen lissameach het leven gatan bakala. Zorg ervoor, God, dat gatan en kala, bruid en bruidegom, blij zijn met elkaar. En als wij hen blij maken, dan is er gezegd ki ilu bana churba mechurbat Jerusalem. Als wij een bruidswaar blij maken, dan herstellen wij dat wat vernield is in de tijd in Jerusalem. En dat mogen dan allemaal leiden. At she simcha ligeula shlema. Tot uiteindelijk een volledige geula. Een gedachte die we steeds weer terugvinden in onze gebeden. En dan worden, als eenmaal de ring is overhandigd en de bruidsakte is voorgelezen, worden de zogenaamde Sheva Barachot, de zeven zegeningen, uitgesproken. En ook daar weer die buitengewoon belangrijke gedachte, waar gatan en kala, bruid en bruidegom, van doordrongen zullen zijn. En de aanwezigen nemen het ook met zich mee. God, wij danken u en erkennen Shehakol bara lichvodo. Alles wat u geschapen hebt, dat is eigenlijk te ere van u. Zo mogen wij dat ervaren. U bent de Yotzer HaAdam. U bent God die de mens vorm heeft gegeven. Ashe Yatzer HaAdam. En u hebt hem een vorm gegeven die in een bepaald opzicht over eenkomt met, en dan met de grote aanhalingstekens, tussen als het ware het beeld van Hashem. Misschien een andere keer dat we daar dieper en verder op ingaan. Sos tasit vitagel ha'akara. Nu is de bruid nog kinderloos, maar maakt u haar vrolijk. Biki boets banea, wanneer een gegeven ogenblik zij haar kinderen kan verzamelen. Kista megega, jitsirega, began eden, mekedem, zoals ze in der tijd het eerste echtpaar Adam en Eva vreugde hebt gegeven in Gan Eden, in de paradijselijke toestand die toen nog op aarde heerste. U bara, u hebt geschapen, gatan vegala, bruid en bruidegom en bruid. En we eindigen dan die teksten met Baruch Atah Hashem. We erkennen dat u het bent, God, Misameach, die blij maakt. Hij gaat dan de bruidegom in Makala met de bruid. Dat zijn die prachtige teksten die dan worden uitgesproken. En wat we net al zeiden, wanneer het bruidspaar het huwelijk beleeft zoals het in het Jodendom wordt het ingezet. En wanneer die gebeden worden verhoord, zoals het hele gezelschap dat daar
kon zeggen. En waarbij ook gezegd werd, als ze bruid en bruidegom vrolijk maakt, en dat mag ik u zeggen, het feest na afloop van de plechtigheid was zo vrolijk, was zo blij. En de bruid en de bruidegom waren zo verheugd. En daarmee hebben we mogen helpen. En hopen dan ook dat dat weer heeft geleid tot uiteindelijk de uiteindelijke verlossing. En wat gaat er bij de uiteindelijke verlossing gebeuren? Dat wil zeggen, wat is een van de kenmerken, een van de signalen om te weten, nu is het zover. En straks op Rosh Hashanah, op beide dagen, wordt die tekst uitgesproken. Wahaya bayomahu. En het zal zijn op die dag. Yitaka bishofar gadol. Dan zal op de grote shofar worden geblazen. En dan, uwaal haovdim be'eretz Ashur. Zij die verloren gegaan zijn in het land van Ashur. Wahanidachim. En zij die verstoten zijn be'eretz Mitzrayim in het land, en niet alleen Egypte, maar in het land van onderdrukking. Het land van Ashur, van Ashrei, van geluk. Ik wil zeggen, de vele Joden die helaas geassimileerd zijn in de westerse wereld. Maar er zijn ook nog altijd weer, ook nu nog altijd weer Joden die onderdrukt worden. En antisemitisme is nog steeds niet verdwenen. Maar dan, Wahayah bayomahu, zal op de grote shofar worden geblazen. En dan zal dat uiteindelijk in vervulling gaan. Aan het einde van Yom Kippur wordt één toon geblazen. Ook herinnerend, verwijzend naar dit bijzondere gebeuren. Ik wens u een Shana Tova, dat al begonnen is, dat nieuwe jaar. Met een Gemar Chatima Tova, uiteindelijk goed, positief besluit dat God over ieder mens op deze dagen neemt. En Chag Sameach, een heel vrolijk Sukkotfeest, met liefst zo helemaal geen regen in de Sukka. En daarna die twee laatste dagen van, met als hoogtepunt Simchat Torah, de vreugde om de Torah en als het ware de vreugde van de Torah, wanneer wij de Torah leren en op Simchat Torah met die Torah dansen. En dan zijn we gestopt, geëindigd, maar nee, want we gaan meteen weer verder en beginnen met Bereshit, met het begin van de Torah, Bereshit bara Elohim, dat God de wereld heeft geschapen, zoals dat dus in Bereshit, in dat boek Genesis, allemaal in het begin wordt neergeschreven. Dat allemaal hopelijk na de komst van de Mashiach, wanneer we geluisterd hebben naar de Shofar Gadol, de grote shofar. Ik ga nu blazen om toch even ook te denken aan dat bijzondere moment dat we op de echte Shofar Gadol zullen horen blazen. Melachim HaKadosh Baruch Hu Ki Malachov Yitzav Eloch Liyishmorcho Bechol Derochecho Adosh Em Yishmor Tzeischa Ovoyecha Miyato Viyato